Ik ben een Hollander. Ik woon in Leiden. Ik werk in Amsterdam. Ik ben een Hollander. Als ik wegga, dan zeg ik vaak, zoals andere mensen ook hier in Holland, dag. En daar viel me onlangs opeens iets aan op. Dus dag, daar is natuurlijk een toon, hè, toonhoogte, die waar iets bijzonders aan is, maar ook aan de klinker. Ik zeg niet dag, met de gewone A van het woord dag of mag. En ook niet met een O, maar met iets ertussenin. Dag, het is een A, A, een soort, ja, een klinker die ik verder niet heb in mijn Nederlandse systeem. En die ik ook niet kan gebruiken in andere woorden. Dus zelfs niet in het woord dag, als ik dat gebruik. Als je gewoon zelfs dan een naamwoord. Dus ik kan niet zeggen, vandaag is een prachtige dag. Dat kan niet. En zelfs niet zonder die intonatie. Dus vandaag is een prachtige dag. Dag. Dat is raar. Dat zeg ik niet. Vandaag is een prachtige dag. Wat leert ons dat nou? Want volgens mij kunnen we daar eigenlijk kunnen we dat gebruiken in een vrij fundamenteel en diep debat over taal. In dit geval over hoe we taal, taalklanken opslaan in ons hoofd. In dat debat zijn er twee extremen. Je kunt zeggen, we slaan alleen maar heel algemeen dingen op in ons hoofd, klanken. We hebben in ons hoofd hebben we een lijst bijvoorbeeld met alle Nederlandse klinkers. A en E en E en I en U en O. Dat zijn er ongeveer 13. En het woord, in het woord dag zit alleen maar een soort verwijzing naar één van die klinkers. Dus we hebben hier medeklinker 12, dat is de D. En dan hebben we klinker 14, dat is de A. En dan medeklinker 27, dat is de G. Oké. Dus het bestaat alleen maar 12, 14, 27, zei ik, geloof ik. Oké. Dus dat is het. Alleen maar dat. De alternatieve visie is, nee, we hebben een enorm goed geheugen. Alles wat je hoort, sla je op, onbewust. Iedere keer als je iemand het woord dag hoort zeggen, onthoud je dat. En als je zelf het woord dag zegt, onthoud je dat ook in ieder detail. En als je zelf het woord dag zegt, dan haal je al die vormen van dag weer tevoorschijn. Niet bewust, maar onbewust. Die komen op een bepaalde manier weer tevoorschijn. En je kiest daar ergens in het midden een soort gemiddelde. En dat is jouw eigen doeluitspraak. Oké, dus of we slaan alleen maar heel algemene informatie op over klanken en iedere keer vullen we dat zelf een beetje aan. Dus de toonhoogte is niet van dag weten we niet, die is niet onthouden en dus die pas je een beetje aan. Of in groot detail slaan we alles op. Nou, de eerste theorie, die kan natuurlijk niks met dat dag, want het is het omgekeerde. Het is duidelijk, in veel detail weet ik hoe ik iemand moet groeten. In meer detail dan alleen maar van die algemene verwijzingen. Dus ook weer niet alle details opgeslagen. Bijvoorbeeld die toonhoogte. Ik kan zeggen toch. Of ik kan zeggen doch. En dat zijn verschillende toonhoogten. En toch is dat allebei nog steeds hetzelfde woord. En ik pas dat aan de omstandigheden. Doch. En oké. Dus dat, maar toch meer detail dan wat het eerste kan zeggen. Maar de tweede theorie kan ook niet kloppen. Want het geldt specifiek voor dat woord dag, voor een groet. Het geldt niet voor gewone zelfstandig naamwoorden. Dat woord, het gewone woord dag, dat kan ik op allerlei manieren zeggen. Daar kan ik allerlei variaties in aanbrengen. Dat ligt helemaal niet zo in zoveel detail vast. En bovendien is die A in dag echt op geen enkele manier verschillend van de A in mag. Of de A in dat. Hè? Dat is gewoon precies dezelfde klinker en een heel algemene klinker. Je kunt erin variëren, maar je kunt in al die woorden op dezelfde manier daar ook in variëren. Hoe zit dat nou? Ja, er is dus een compromis nodig, maar in de wetenschap wil je nooit een flauw compromis. Je wil nooit gewoon zomaar zeggen, ja, iedereen heeft een beetje gelijk. Nee, je wil weten hoe het precies zit. En het is volgens mij geen toeval dat dat woord met die details, met zoveel details, dat dat een groet is, dat dat dag is en niet het algemene woord. Waarom niet? Dat algemene woord, dat zelfs het naamwoord, dag, dat kun je op allerlei manieren in een zin plaatsen. Vandaag is een mooie dag. De dag komt dat deze video is afgelopen. Enzovoort.
Je kunt het op allerlei manieren in een zin plaatsen. En dus moet het flexibel zijn. En dus kunnen we alleen maar algemene informatie hebben. Terwijl dog, dat is niet alleen een woord. Het is eigenlijk een soort zin op zichzelf. Het is een hele uiting op zichzelf. Het is iets wat je eigenlijk altijd op zichzelf zegt. Ik kan wel zeggen, nou, ik zeg dog. Hè, ik kan het inleiden of zoiets. Maar het blijft een soort ding op zichzelf. En die dingen op zichzelf, die kunnen dus zich permitteren om minder flexibel te zijn. Om specifieker te zijn. Waarom? Omdat je ze niet zo hoeft in te passen in een bouwwerk als geheel.